En in de Parkstadhal werd zaterdag 9 januari een vaardigheidsproef gehouden voor jonge volleyballers. Ik wil iedereen van harte welkom heten in de Parkstadhal in Veendam, waar vandaag voor de 21ste keer de vaardigheidsproeven weer worden georganiseerd. Hartelijk welkom aan de kinderen, de vaders en de moeders en misschien nog andere familieleden. En natuurlijk ook aan vereniging die heeft komen kijken vanuit Drenthe. Misschien dat het volgend jaar een grote groei, niet alleen in Groningen, maar ook in Drenthe, dat gaan organiseren. Voordat we van start gaan, gebruiken we even een uitleg van alle kosten. Omdat het belangrijk is dat in alle sporthallen de proeven op dezelfde manier worden uitgevoerd. Daarvoor heb ik twee jongetjes. Patrick en Bart die gaan de proeven even voordoen of gezamenlijk deuren. Bovenhand, minimaal 50 centimeter boven je hoofd spelen. Dus die wat Bart nu gaat doen, heel kort. Heel kort Bart, heel kort. Even heel kort. Nog kort, nog kort, nog kort. Dit mag dus niet. Dus ruim boven je hoofd spelen. Per vak moet je 3 keer spelen, dan mag je een vak verder. Dus 1, 2, 3 in het vak. Het mag meer, maar het mag niet minder. 3 keer per vak. En je moet je 3 keer op en neer. Je springt naar de 3 meter lijn, terug. 6 meter lijn, terug. 9 meter lijn, terug. Even aantikken met je handen als je voelt, keurig. 12 meter lijn, en weer terug. 1 meter lijn moet je onderhand. Zo, iedereen kreeg precies uitleg zoals het moest gebeuren. En dan, ja, dan is het natuurlijk tijd voor de kinderen om de proefjes te doen. Er werden diverse groepen gevormd, zodat het allemaal een beetje gesmeerd zou gaan lopen en niet iedereen elkaar in de weg zou gaan lopen. En de organisatie was gewoon perfect voor elkaar. Hier was getraind op het springen. Eerst eventjes rekken met de hand en dan springen. Rekken. En dan uitstand omhoog springen. En het moest serieus gebeuren, want ja, er waren toch diploma's te verdienen. En de diploma's gingen van A tot en met F. De allerbesten die kregen diploma F. En het was een lust om naar te kijken. Zo intensief waren ze bezig om de proefjes goed voor elkaar te brengen. En hier onderhands opslagen en dan in de vakken proberen te komen. En alle vakken hadden weer punten. Dus je moest van tevoren even hebben gekeken waar je het beste naartoe kon gooien. En deze jongeman dacht dat het hoofd van onze cameraman de hoofdprijs was. Alleen die telde dus niet mee. En zo was iedereen druk bezig om zijn vaardigheid te testen op het gebied van de volleybal. Ja, ja, ja. En dat men serieus bezig is, blijkt hieruit. Ja, een klein beetje foevelend met de regels. Want er wordt niet aangetikt, dus ben je sneller. Ja, en het gaat om het hoogste diploma. Uitkijken, wat laten de scheidsrechters toe? Ja, het wordt hier al een beetje bijgebracht. En alles wordt goed bijgehouden door de organisatie. Sport is leuk. Sport kan ook leuk zijn. En hier is iedereen met veel plezier bezig met hun volleybalsport. Ook hier weer
onderhands over het net en proberen zoveel mogelijk punten bij elkaar te slaan. En dit gaat voortreffelijk. En hier nog even een beeld van proef 5. De bal omhoog houden zonder uit je vak te komen. En dit is ook weer een balvaardigheidstest plus een snelheids- en behendigheidstest. Je concentratie vasthouden. En er waren veel ouders meegekomen om te kijken hoe hun kinderen het afbrachten. Het was al met al een hele fijne dag voor de volleyballers uit Veendam. Tot zover onze reportage over de vaardigheidsproeven volleybal in de Parkstadhal.